Hey, en vooral in het begin had ik soms ook wel eens pijn. En dan mm -hmm. vond ik de seks met die persoon heel fijn. En dan voelde ik me heel prettig bij diegene, maar toch durfde ik niet te zeggen dat ik eigenlijk pijn had. En ik weet zeker dat als ik het had gezegd, dat mijn bedpartner ook wel had gedacht. Oh nou, dan stoppen we toch gewoon. Ja. En dat is vooral belangrijk om te weten, je mag altijd stoppen. Ja. En, en ook dat... dus dingen aangeven tijdens ja. de seks. Daar kwam ik ook vet later achter. van, Oh, maar ik kan ook gewoon praten en zeggen wat je le lekker vindt. Inderdaad, of zeggen dat je er nu, dat je het niet meer wil. Of ja. ja.